mensen leven is een story met heel veel glorie. En voor zover ik zien kan nog veel verschiet. Tweederde, driekwart van deze mensen zijn ook geboren en getogen en getrouwd in Schiedam. Dus echte Schiedammers. Dat zijn mensen die echt in de middenstand hebben gewerkt en elektrotechnische zaken hebben gehad of bakken zijn geweest. Ik heb al vaak genoeg meegemaakt bij dit soort middagen dat men elkaar herkent. Van hey, bij jou heb ik een auto gekocht, dat soort dingen. Dus dan komen de verhalen vanzelf weer los. Gaat eigenlijk allemaal vanzelf, hè? Draait vanzelf allemaal, hè? Met ups en downs. Nog zelfs dat we een meningsverschil hebben. Weet u het laatste meningsverschil nog? Zal het maar zorg zijn. In de carousel van geluk krijgt een ieder zijn deel. U bent expres op 14 mei getrouwd. Ja, dat was mijn verjaardag. Dus dan... Ze zeggen, dan kan je het niet vergeten, die trouwdag. Drie kindjes heb ik alleen opgevoed, kan je wel zeggen. Maar hij had ochtend, middag, nacht. Dus ik moest twee keer koken. Ja, dus, en dat is lekker doorgesudderd tot, nou ja, tot nu eigenlijk. En nou ja, met pensioen natuurlijk. En we hebben het gewoon goed. Waarom houdt u van uw man? Dat hij altijd goed voor ons gezorgd heeft. Je hoort bij elkaar, dat zo is het nou eenmaal. En lieve leed samen delen. Dat ze zo lief is. En nooit tegensputtend. Daar wil ik niet op ingaan. Doodgoeie man. Altijd een doodgoeie man geweest. Yes.